NEC en Futuralis gaan per direct uit elkaar. Dat heeft de club woensdag officieel gemeld. De breuk is het resultaat van een evaluatiegesprek dat de club en het adviesbureau dinsdag hebben gehad. Eerder bleek al dat Futuralis de samenwerking had opgezegd, maar dat is nu officieel bekrachtigd. De officiële lezing van Futuralis gaat over de afgenomen meerwaarde voor de club. Als Futuralis geen meerwaarde meer heeft voor NEC, moeten we stoppen, zo verklaart Roderick van Kerkhoff van het bureau. In de praktijk kon het bureau niet samenwerken met technisch manager van NEC Danny Hoekman. Daardoor werd op de breuk aangestuurd. NEC-directeur Bart van Inge kijkt terug op een succesvolle samenwerking, maar zegt ook dat door interne en externe spanning een verdere samenwerking onmogelijk is. Na de degradatie van NEC in 2014 werd Futuralis aangetrokken om het aankoopbeleid voor de Nijmegenaren te voeren. Dat leidde de aankoop in van een groot deel van de selectie dat kampioen van de eerste divisie werd. Onder meer sterspeler Anthony Limbombe werd naar Nijmegen gehaald via het adviesbureau uit Kuik. Maar ook trainer Peter Huballa en Danny Hoekman kwamen uit de koker van Futuralis. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.